Dames en heren, kijkers, luisteraars, wederom van harte welkom. U weet het ondertussen al, er zijn verschillende rechtsgebieden. Strafgebied, civiel gebied, publiekrechtelijk, administratiefrechtelijk. Ik wil vandaag een civielrechtelijk onderwerp met u behandelen. En daarvoor moeten we aansluiting zoeken bij het burgerlijk wetboek van ons. Ik wil u vandaag vertellen en uitleggen dan over de onrechtmatige daad. Daarvoor moeten we beginnen bij artikel 1386 van het burgerlijk wetboek. En hoe is de formulering in artikel 1386 burgerlijk wetboek? Ik ga het even voor u lezen. Elke onrechtmatige daad waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt degene door wiens schuld de schade wordt veroorzaakt in de verplichting om dezelfde te vergoeden. Wat kun je uit deze formulering halen? Dat degene die onrechtmatige daad pleegt en er wordt schade toegebracht aan de ander, dan is de veroorzaker van die schade verplicht om die te vergoeden. Dat staat in de formulering. Verder staat er, een ieder is verantwoordelijk niet alleen voor de schade welke hij door zijn daad, maar ook voor die welke door zijn nalatigheid of onvoorzichtigheid wordt veroorzaakt. U ziet, nu heb je dus een verdere verruiming. Niet alleen bent u aansprakelijk voor een schade die door een opzettelijke handeling wordt veroorzaakt, maar ook een handeling die te wijten is aan nalatigheid of onvoorzichtigheid. Maar als u dat leest zo in artikel 1386 van het burgerlijk wetboek, dan weet u nog steeds niet wat in principe de definitie van een onrechtmatige daad is. En dat gaat u ook niet in het wetboek vinden. Waarom? Omdat de ontwikkeling van het begrip onrechtmatige daad in de jurisprudentie is uitgewerkt. Jurisprudentie, dat is dus het geheel van uitspraken van rechters en in Nederland van de Hoge Raad der Nederlanden. We noemen dat de arrest. En in arresten van de Hoge Raad is het begrip onrechtmatige daad uitgewerkt. Er is toen door de Hoge Raad der Nederlanden een omschrijving gegeven van dit begrip onrechtmatige daad. En Nederland heeft dat begrip, zoals het in de rechtspraak is ontwikkeld, vastgelegd in het burgerlijk wetboek. Dus als u het Nederlands burgerlijk wetboek opslaat, dan zul u daar een ruime omschrijving lezen van wat gerekend wordt tot de onrechtmatige daad. Maar als u het Surinaams burgerlijk wetboek openslaat, artikel 1386, zult u daar deze beperkte omschrijving lezen. Maar wij werken ook met de rechtspraak, dan wel de jurisprudentie van Nederland. Dus het begrip onrechtmatige daad, zoals dat ontwikkeld is in de jurisprudentie, dat gebruiken wij ook in Suriname. Laat ik enkele arresten voor u noemen waarbij het begrip onrechtmatige daad is ontwikkeld. Zoals ik u zei, in het wetboek is de bepaalde omschrijving gegeven. En als je die omschrijving van het burgerlijk wetboek leest, artikel 1386, dan lijkt onrechtmatige daad wel te zijn een wetmatigheid, te handelen in strijd met de wet. Hetgeen dat de wet bepaalt en je doet dat niet, of je bent onvoorzichtig op grond van een wetsbepaling waardoor er schade ontstaat, dan ben je aansprakelijk. Dus ons artikel 1386 is, kun je zeggen, wetmatig geredigeerd, wetmatig geformuleerd. Maar het is begonnen in Nederland in de rechtspraak ongeveer 1883 ongeveer. Het notarisarrest, daar begon er al een kleine ommekeer te komen in de rechtspraak met betrekking tot
onrechtmatige daad is niet alleen hetgene wat het geschreven recht zet, maar er is nog meer. Na het notarisarrest kregen we een ander arrest in Nederland. Dat was het Singer-arrest. Singer met de S. Het ging om het bedrijf Singer. Had je nog een ander arrest? De Zutphense juffrouw. En een bepaalde ommekeer. En dat arrest kent elke juridische student. Dat is het Cohen-Lindeboom-arrest. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat daar in dat arrest de Hoge Raad de uitspraak heeft gedaan dat ook het ongeschreven recht van belang is. En dat handelen in strijd met het ongeschreven recht, handelen in strijd met de goede zeden, handelen in strijd met hetgeen dat in het maatschappelijk verkeer geldt, tussen personen onderling, dan wel ten opzichte van een eigendom, een goed van een ander, dat levert ook een onrechtmatige daad op. En dat arrest Cohen-Lindeboom is een belangrijk arrest geweest. En dat arrest geven we dus, of gebruiken wij in de rechtspleging om vast te stellen, er is sprake van een onrechtmatige daad. Laat ik het duidelijk voor u formuleren. Een onrechtmatige daad wordt aanwezig geacht niet slechts bij handelingen in strijd met de wet of een handelen in strijd met de eigen rechtsplicht of met het recht van een ander, maar ook het handelen in strijd met de goede zeden of handelen in strijd met een zodanige zorgvuldigheid die het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van een andere persoon of goed. Dat is dus handelen in strijd met het geschreven recht en in strijd met het ongeschreven recht. Dat levert de onrechtmatige daad op. En uitgaande van deze formulering zijn er dus bepaalde aspecten. Ik wil ze even voor u noemen, het zijn 5 aspecten. Er moet dus een onrechtmatige gedraging zijn. En dat die gedraging kan zijn een handelen, maar het kan ook zijn een nalaten. Beide begrippen kunnen vallen onder gedraging. Ik leg het zo meteen een beetje met een voorbeeld uit. Tweede aspect, er moet een schuld zijn van iemand. Iemand moet schuld hebben, iemand moet een fout hebben begaan. We noemen dat de toerekenbaarheid. Er moet schade zijn. En er moet een verband zijn tussen de schuld en de schade. En dan is het 5e aspect, dat is de relativiteit. Laat ik een voorbeeld geven van een handelen waarbij nalaten aan de orde is. Als u kijkt naar het wetboek van strafrecht, artikel 314, dan zult u daar zien verlating van een hulpbehoevende. Als u bijvoorbeeld een hulpbehoevende voor wie u de zorg hebt en u laat na een handeling te plegen waardoor er een schade ontstaat, dan is dat een handelen op grond van, laat ik dat zo zeggen, het nalaten van het plegen van een gedraging. Schuld, daarmee bedoelen we te zeggen, u moet een fout hebben begaan. En door die fout van u is er een schade opgetreden. En die fout van u hebt u opzettelijk begaan, dan wel onopzettelijk. Nalatig bent u geweest, onvoorzichtig. Maar van belang is dat tussen schuld en schade er een verband moet zijn. Als er een schuld is, maar het houdt geen verband met de schade, ja, dan komen we op een ander aspect. Dan kunt u niet aansprakelijk zijn. Wat bedoelen we daarmee te zeggen? Als bijvoorbeeld de schade zou zijn opgetreden, ongeacht of die gedraging, die onrechtmatige gedraging gepleegd is, dan zeggen we er is geen verband. En relativiteit, laat ik dat zo uitleggen, is dat als er een wet is, het wet een bepaald beschermd belang heeft. Ik noem u bijvoorbeeld de wet medisch tuchtcollege. De wet medisch tuchtcollege, of het tuchtrecht, medisch tuchtrecht, is geschreven ter bescherming van de patiënt. Een ene arts kan niet zeggen ik gebruik die wet omdat de andere arts mij oneerlijk concurreert. Dan zegt men nee. Het houdt geen verband, er is geen relativiteit. Want die wet is niet geschreven voor u, maar is geschreven voor de patiënt. Daar gaat het dus in feite om.
Als er sprake is van een schulduitsluit, een rechtvaardigingsgrond, laat me dat eerst noemen. Bijvoorbeeld, u handelt uit noodweer, u breekt een deur open om iemand te redden. Dan kan de bewoner u niet zeggen, u moet die schade aan die deur gaan vergoeden hoor. Want dan hebt u gehandeld op grond van een overmachtssituatie. U hebt gehandeld op grond van een rechtvaardigingsgrond. Als er bijvoorbeeld iemand is die geestesgestoord is en die verricht een handeling waardoor er schade ontstaat, ja, dan hebben we ook een probleem. Omdat die schade mogelijk niet toegerekend kan worden aan de geestelijk gestoorde. En dan heb je ook een uitsluitingsgrond. Het zijn dus aspecten om even rekening mee te houden. Feit is dat als u uw schade wenst te krijgen, vergoed wenst te krijgen, dat u dan civielrechtelijk zal moeten procederen. En dan gaat u de schade moeten benoemen, moeten onderbouwen. In feite, bij een onrechtmatige daad, wordt de schade verondersteld. En als de tegenpartij zegt, ik erken die schade, maar rechter, kunt u die schade voor mij matigen? Dan kan de rechter de schade verminderen. Maar als er een schade genoemd wordt en de tegenpartij betwist die schade, levert gemotiveerd tegenspraak op uw vordering van de schade, dan zal de rechter bepalen in het civiel proces dat u de schadeprocedure noemt, zult moeten bewijzen. En het is dus altijd goed om voorbereid te zijn in het leven, voorbereid op alles, mocht u in zo'n positie komen te verkeren, dat er onrechtmatige daad is gepleegd en u hebt schade geleden en u wenst de schade vergoed te krijgen, weet dan dat u uw schade goed moet onderbouwen. Dat is van belang. Ik hoop dat u hier voldoende informatie mee hebt gekregen. En mocht u vragen hebben, nou, dan weet u mij te vinden. Dank u wel.